Oegje, jij kan mij vast vertellen wat een neuslipplooi is. Oké, prima. Nou, wat zegt het? Van neus. De neus naar de lippen. En dat is een plooi. Oh ja, tuurlijk. Die is hem. En ik heb het eigenlijk al uitgelegd. Hè? Dus de rimpel die van de neus naar de lip, ja. Mondhoeken gaat. En als die te duidelijk aanwezig is, dan wil je daar wat aan doen. Zeker. Snap ik. Wat kan je eraan doen? Nou ja, afhankelijk van de soort neuslippenplooi. Ik ga dat niet helemaal uitleggen welke dat zijn, want dat... Ja, ik denk niet dat dat heel interessant is. Ja. Dan wordt het heel technisch. Ja. Maar je kan daar heel veel prima wat aan behandelen. En gewoon met een filler gaat dat eigenlijk best wel heel goed weg. Oké. Okay. Ja, en dan is gewoon hier de filler inspuiten en dan krijg je meer volume. Ja, zeker. Dat is één mogelijkheid en dat werkt over het algemeen heel goed. Maar je moet ook weer met dit soort dingen, moet het soms zo zijn dat als je dit alleen maar blijft inspuiten, krijg je dus rare... vormgezichten, ja. Want dan komt alles een beetje zo naar voren. Dus soms moet je dan ook weer vanuit hieruit werken of vanuit, bijvoorbeeld wat ik ook doe, is dus dat ik vanuit de wallen of de jukbeenderen. Ja, en dat is gewoon echt heel goed te behandelen. Oké, en wat mogen mensen verwachten? Ja, vergat nog even één ding, vergeet altijd weer iets, hè. Je kan soms ook, bijvoorbeeld als mensen best wel een beetje breed gezicht hebben, kan je ook de neuslippenplooi heel goed behandelen met bijvoorbeeld het oplossen van vet wat aan de zijkant zit. Oh, oké. Okay. Ja, maar goed. Een vetoplossing kan dus. Precies. Oké. Okay. En welk resultaat mogen ze verwachten, nou, mensen ja, die dit doen? Gewoon een heel goed resultaat. Het is duidelijk te zien en afhankelijk van de filler houdt dat van een jaar tot soms zelfs 2 tot 3 jaar. Oké, okay. Ja. Duidelijk. Wil je nog iets toevoegen, Rogier? Nee. Oh ja. Oh ja, de plexer, of niet? Ja, dat klopt. Dat zou je dus ook kunnen doen. Geeft op zich wel een redelijk resultaat. Omdat daar de huid dikker is, is dat niet hetgene wat ik als eerste haal. Nee, eerst die fillers. Precies. Oké. Okay. Dan komt hier de samenvatting. Want als je dus last hebt van een plooi tussen je neus en je lippen, ik vertel het maar even zo, dan zou je een filler kunnen gebruiken. Eventueel zou je ook een vetoplossing kunnen gebruiken als je een wat breder gezicht hebt. En eventueel de plexer, maar het is weer afhankelijk van hoe diep en wat er precies nodig is. En dat zal Rogier natuurlijk dan helemaal bepalen.